Het Studio Sport en de kijkers, dat zijn twee werelden die totaal geen verbinding en geen contact met elkaar hebben. Nee, totaal niet. Want het is elke wedstrijd weer. Als zij Frank Snoeks inzetten als hun commentator, dat de Twitter loopt helemaal over. Loopt helemaal vol met beledigingen en verwensingen naar Frank Snoeks. Mensen hebben gewoon, kijkers hebben geen zin in Frank Snoeks. En dat hebben ze nu al, weet ik veel hoeveel jaar, maken ze dat al duidelijk via Twitter aan de NOS. Godsnaam, haal die Frank Snoeks weg, want we hebben er geen zin in. En ik moet eerlijk zeggen, ik kan er ook niet zo goed naar luisteren. Nee, want het is me van een overgeanalyseer en van een gemompel. En het is geen enkel getemporiseerd commentaar. Het gaat niet mee in de wedstrijd. Het leeft niet mee. Het heeft geen passie. Het gaat niet lekker uit zijn dak als er gescoord wordt. Dat is er allemaal niet bij. En daar hebben mensen geen zin in. Nee, dus wat gaan die doen? Net als ik. Die gaan bij de Belg kijken, die gaan bij de Duitser kijken. Die gaan overal naartoe, als ze maar geen Frank Snoeks krijgen. Ja, want hey, laten we nou eens even die wedstrijd nemen. De laatste keer tegen Oekraïne. Bij 3-2. Nou moet je eens even goed luisteren wat er hier gebeurt. Want dit was dus bij de Oosterburen. Dit is een Duitser, beste vrienden. Duitse commentator die helemaal uit zijn dak gaat bij de 3-2 van Nederland. Goed luisteren. 0-2-2, achtung, bal komt hoog naar binnen, kopbal, tor! Bij de Niederlande! Wat is denn dat voor een verrückte Putze hier? Dumfries köpft den Ball voorbij aan Buschan rein ins Tor. Is dat even wat? Zeg, Dumfries, 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 dat roept onze Oosterbuur. En nu moet je eens even opletten. En daarom hebben mensen een hele gezonde hekel aan Frank Snoeks. Nou moet je goed luisteren naar zijn commentaar bij hetzelfde doelpunt. Daar gaan we. Oké. Ja, kom maar door. Nou, ik kan het nog net opbrengen om twee keer Dumfries te roepen. En daarna gaan we gelijk weer in de analyse over een gemiste kopbal of wat dan ook. Nee, juich nou met Nederland mee. Ga nou gewoon helemaal uit je dak. Want die opluchting van, oh god, we winnen nog. Daar zitten de mensen op te wachten. Dus daarom nog één keertje. Dan gaat hij ter vergelijking. Nog even onze Duitser. Hij komt toch nog in de kopbal.